De 40 tractoren die LVV in 2013 van Iran heeft ontvangen, waren niet meer te vinden. Dit heeft minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren gezegd bij de start van de rehabilitatie van de Uitkijkpolder. Het was de bedoeling dat elk district voorzien zou worden van enkele van deze tractoren. Seudin heeft zijn diensten ingezet om de tractoren op te sporen. Tot nu toe heeft het ministerie 12 van deze tractoren weer kunnen binnenhalen. Die heb ik voorlopig op Dirkshoop geïnstalleerd en ik zeg van, die tractoren dirigeer ik naar Sichuan. We gaan nodige apparatuur erbij aanschaffen, ploegen of eggen of rote veter, of om slootjes te maken, whatever, gaan we doen. En Sichuan, want ik woon zelf ook op een perceel, dicht bij Lelydorp, waar achterop 2-3 koeien rondlopen. Maar als ik in mijn hoofd haal van, ik wil daar een beetje bananen gaan planten of iets anders, en ik wil 10 vierkante kikkerten geploegd hebben, dan vind ik niemand in de buurt bij mij met een tractor of met een plow of een chipper of een rote veter of om slootjes te graven om dat werk voor me te doen. Dan zeg ik, Sir Swam, jouw taak is nu om die diensten aan die boeren aan te bieden tegen kostprijs. Je hoeft geen winst te maken. Je moet wel winst maken om je kosten te dekken, maar voor de rest heb je geen winst nodig. Maar alsjeblieft, help de boeren ermee dat ze daarbij een kostendekkend bezig zijn, maar daarmee gaat ook de kostprijs van de boer omlaag. De bewindsman haalde aan dat Sichuan als noodoplossing moet dienen voor de boeren. Het bedrijf beschikt over een aantal machines en binnenkort zal er een uitbreiding plaatsvinden. Maar als er iets dringend gedaan moet worden, zoals hier een brug, welke helemaal kapot was, dan zei van Sichuan, begin alvast ermee. Het zijn geen grote projecten waarvoor de inschrijving gehouden moet worden, maar begin als werkarm van het ministerie die brug op te zetten, omdat ik heb foto's gezien, waar maar net 2 balken over, denk ik, half verrot. Het is te gevaarlijk. Of ergens plotseling een verstopping voor een sluis of voor een duiker. Sichuan, dirigeer die machines daar naartoe, even ophalen dat het water kan wegstromen. Voor deze zaken, ik wil niet zeggen dat ik ga concurreren tegen de bestaande ondernemers, maar Sichuan is voor de noodoplossingen. Tot zover minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij sprak gisteren onder andere over de ontwikkeling van de agrarische sector in de Uitkijkpolder.